Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmert. Je ziet, we staan aan een staattafel. Dit is de nieuwe sectie, de staattafel, waarin we een spelletje gaan spelen. Ja. Sander tegen Pim. Het spel is, we gaan, ik noem straks een onderwerp. Jullie weten nog niet welk onderwerp ik ga zeggen. Ja. En jullie gaan zoveel mogelijk films zeggen waarin dat onderwerp zit, maar niet het hoofdonderwerp is. Dus voorbeeld, een viool, maar dan niet de soloist, want de hele film gaat dan over violen. Dus het moet een bijvoorwerp zijn in films. Yes. Dus, we hebben vijf minuten. Jullie mogen gewoon door elkaar heen. We gaan ook op het... Uiteindelijk gaan we controleren of alles goed is. Ja, je dus ziet scores in beeld. We gaan kijken of het werkt. We weten live nog niet wat de uitslag is. Moeten we dan niet een winnaar pronouncen of zo? Ja, ik hou het wel een beetje bij. Oké, whatever. Maar als we toch kijken... Nee, whatever. We'll see. Jullie moeten ook wel een beetje zeggen van... Ja, volgens mij zit hij daar wel in. Oké, we moeten wel sportief zijn. Wel een beetje vind ik jammer. Ja. Sportief. Oké, dus de tijd... Oké, ik zeg het en dan gaat de tijd lopen, hè? Moet er nog trash talken of... Oké. By the way, Jens, het voorwerp... Oké. Is... Ja? Een lucifer. Jeez. Tijdloop. Lucifer. Film waarin een lucifer zit. True Grit. Are you some kind of law? I'm a Texas Ranger. Oeh, is die erin? Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem wel gezien. Ja, maar volgens mij rookt hij een pijp daar. Of Good Man the Ugly rookt hij een sigaar en steekt hij aan met een lucifer. The showdown. Ja, je hebt gelijk. 2 punten voor Sander. Ah, shit. Jesus. Fucking, Kop hem. Ja, 2-0, hè? 2-0. 2-0 al? Oh, True Grit ook. Ja, maar ik weet niet of die klopt, hoor. Slow West. There's more to life than surviving. Yeah, there's dying. Is dat telt al 2-1? 2-1. Ik ben helemaal oud. Moet je nou net zien. Ik weet niet of dat telt, want het is misschien wellicht een hoofdvoorwerp, maar... Met die film ook alweer met al die fucking... Ja, die Disney film. Kop hem. Ja, ik ben ook bezig. God damn it! Bellend beest bedoel je? Ja, dan heb je toch... Ja, al die voorwerpen. Dan heb je toch nee, dat zou kan. Nee, dat kan wel. Jammer. 4 minuten, jongens. Eén minuut soort van verspild bijna. Ja. Het voelt gewoon als een bijna soort van verspilling. Intro van Mission Impossible. Is dat een lucifer? Oeh. Is dat een lont? Dat is een lont. Shit. Ja. Misschien wordt hij aangestoken, maar... Twijfelgevalletje. Ja. Zou die, als die fout is, gaat natuurlijk scoren naar Sander, hè? Dus... Oh, die regels zeg je nu. Ja. Oh, fantastisch. Oh, welke film? Die Hard. Steekt u niet iets aan met een lucifer? Met een pakje lucifers en dan... Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. Ik zie een shot in mijn hoofd, ik weet niet van welke film het... Seven Psychopaths, motherfucker! Dat die dat fuel zo aanmaakt. Yeah. Yeah. Put your hands up. No, but I've got a gun. I don't care. 3-2. Bijna 3 minuten. Lucifer. Oh, fucking hell. Ja, dus zonder audio kijk lijkt alsof iedereen heel hard super hard. Ik zou nodig naar de wc, maar ik moet deze fucking video afmaken. Oké, Lucifer nog maar. 3 minuten. Als de opnames ophouden dat ik op Sander zo 15 films kan doen. 3-2, ja. 3-2. Ja, ik weet het echt. Only God Forgives zit volgens mij ook in. Zij rookt heel veel. De moeder van... You sure? It's a little more complicated than that, mother. Dat weet ik niet, hoor. Nee, ik weet niet zeker. Dus ik wil geen... Volgens mij, ik zit wel te denken aan... There Will Be Blood. Volgens mij op een gegeven moment test hij of iets olie is. En dan maakt hij dat volgens mij ook aan met een lucifer. Maar dat weet ik niet zeker. I can't keep doing this on my own. Oh, fuck. Ik wil je hem inzetten? Ja, ik weet het niet zeker. Nu 4-2, maar... Okay. Ja? Shit, ik ben de naam van de film vergeten. Een van mijn favoriete films, naam vergeten. Kiss Kiss Bang Bang. Ja. Lucifer doosje, volgens mij. Of een zo'n van de rest van een café. Een lucifer, hè? Niet een lucifer doosje. Nee, maar er zit ook nog lucifer in. Moet hij echt aangestoken worden, lucifer? Ja, dat zei ik niet, maar je moet wel een lucifer zien. Niet alleen doosje. Okay. Oh, man. Dus jij hebt punt? Ik weet het niet zeker. Ja, ik weet het ook niet. Oké. Ga je hem inzetten? Ik heb die film laatst nog gezien. Dat is wel ik ga hem spelen. Look up idiot in the dictionary. You know what you'll find? A picture of me? No! The definition of the word idiot! Een lucifer. Lucifer, iets met een... soms hebben van die oude films, van die verpakkingjes.
Ja, alle detectives. Waar ze dan afbreken, zeg maar. Heeft The Grey, die survival film met Liam Neeson, geen lucifers? Man, volgens mij The Hateful Eight. Daar steekt iemand volgens mij een lucifer aan zijn laars. Are you really gonna kill them cowboys? Ja, volgens mij zit je met Western sowieso wel goed met lucifers. 5-4, Unforgiven zit ook wat lucifers in. 5-5. Ja, dus alles nakijken, Sander. Als je wil weten of hij het goed heeft. Oh, volgens mij Gran Torino met Clint Eastwood. Daar steekt volgens mij zijn sigaret aan met lucifers en niet met een lighter. Whatever it is, they won't have a chance. Op jongens. From Dusk Till Dawn. Is er daar niet een lucifer pakketje met de naam van de club erop waar ze dan naartoe gaan? Ik kan het niet beter uitleggen dan dat. Ik ben echt helemaal op. Mm-hmm. Lucifers. Ik zit nog steeds met die ene film. Come on. Oh, man. Ik weet het niet, hoor. Ja, ik... Nee. Er is een film. Oh, hoeveel tijd hebben we nog? Nog 3 seconden. Ik weet het niet. Had je films in je hoofd? Nee, totaal niet. Maar toen ik dacht ik, dit is nog wel een redelijk random voorwerp die jullie waarschijnlijk wel meerdere keer gezien hebben. Ik was blij met mijn Die Hard opmerking. Godverdomme. Dus waarschijnlijk dat Sander dus gewonnen heeft. Ja, maar mensen kunnen het terugkijken. Zeggen. Of Sander kan het terugkijken. Of mensen kunnen het zoeken. Het is in ieder geval wel heel veel gekruim. Dus. Ja. Dus. Oh, welke fucking film. Ja. Nou. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, jongens. Ik kan nog steeds niet die film. Well played. Okay. GG. Oh, thank you. Ja, GG. Nou, oké. Okay. Nou, dat was een korte staattafel. Kort, maar krachtig. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Later. Oh, wat moeilijk. Ik denk dat ik gewoon de spektakel van Assassin's Creed... Nee, kom op, Henk. Ja, dat lijkt me. Dat is nou van. Dus als je één film kan kijken van die lijst, dan ga je voor Assassin's Creed? Ja, als je, stel dat je mocht één film kiezen die je nu mocht zien. Nou, vind ik wel lastig tussen die account en Assassin's Creed, maar... Oh, kom op. Het is vloek in de kerk, Henk. Ja, maar dat zeggen. Ja, maar ik kan... Nee, ik ben gewoon... Je bent hier, je bent een boos, je bent een purist, man. Ja.